Afgelopen weekend opende de nieuwe brandweerkazerne van Lokeren officieel de deuren. De nieuwe uitvalsbasis op de Hoedhaarsite springt in het oog met een hoge aanbouw van 3 niveaus als droog- en oefentoren. Voor de Lokerse brandweer is de verhuis van het centrum naar deze nieuwe locatie een grote meerwaarde. Er zijn eigenlijk 2 belangrijke pluspunten. Enerzijds de locatie, die veel beter gelegen is, onze kazerne, om interventies uit te voeren. En tweede natuurlijk de efficiëntie van onze brandweerkazerne. Door de nieuwbouw is alles modern, is alles op zijn plaats zoals wij het willen, zodat we ook efficiënt kunnen werken. We kunnen nu met ieder voertuig direct buiten rijden. Vroeger moesten we soms voertuigen verplaatsen. En we rijden maar langs 1 poort naar binnen en we komen langs 12 poorten naar buiten. Dus het is een fantastisch gebouw en het mag gezien worden door iedereen. En het werd gezien en beleefd. Tijdens de opendeurdag op zondag zakten heel wat enthousiastelingen af naar de kazerne. Ik heb een waterspuit. Ik vond het heel leuk. Ik hoop dat ze hier nog jaren blijven. Echt waar, het is mega mooi. De reacties van de mensen zijn super. Je ziet wel, we worden eigenlijk overrompeld. Overrompeld om rondleidingen te geven in ons nieuwe brandweerkazerne. Overrompeld van iedereen die sympathie voor de Lokerse brandweer heeft. De bouw van de kazerne duurde net geen 2,5 jaar. Tijdens de werken vond een tragisch arbeidsongeval plaats, dat het leven kostte aan de jonge zelfstandige ondernemer Thibaut de Vos. Zijn inzet wordt blijvend geëerd met een herdenkingsbordje aan de kazerne. Wij hebben een gedenkplaatje voor Thibaut de Vos aan onze oefentoren geïnstalleerd, zodanig dat wij hem ieder jaar kunnen herdenken op datum van ongeval. De brandweer van Lokeren is klaar voor de toekomst. Maar met de fusie met Moerbeke in 2025 in het vooruitzicht is het werk nog niet helemaal af. De bedoeling is om te laatste begin volgend jaar een eigen brandweerpost, afzonderlijke, die op zichzelf staat, op te richten in Moerbeke. Zodanig dat het gedeelte grondgebied Moerbeke snel en adequaat kan bediend worden door de brandweer. Het is ook dat wij met brandweerpost Lokeren die nieuwe brandweerpost volledig ondersteunen. Kwestie van materiaal, interventies, opleidingen. Zodanig dat op relatief korte termijn toch wel brandweerpost Moerbeke volledig operationeel zou moeten kunnen zijn. Wil je zelf nog een kijkje komen nemen in de nieuwe brandweerkazerne? Komende zaterdag 7 september organiseert brandweerpost Lokeren nog een kindernamiddag met animatie op kindermaat. Ook dan kan je een rondleiding krijgen in de nieuwe kazerne.